Hallo allemaal. Goedemiddag. Ik zat inderdaad net naar de live van Antoinette te kijken en ik zie dat ze ineens weg was. Volgens mij had ze nog niet helemaal afgerond, maar... Zo, even mijn geluid van mijn tablet uit, anders hoor ik mezelf dubbel. Dus ik neem aan dat ik gewoon kan beginnen nu. En dan zal Antoinette straks haar eindresultaat zeker in de groep met een foto laten zien. Dus ze was volgens mij ook bijna klaar op kleine details na. Nou, leuk dat jullie allemaal kijken. Ik ga natuurlijk heel even wachten tot wat meer mensen me ook gevonden hebben. We hebben weer een lekkere dag met allemaal leuke lives. Ik heb echt al veel dingen voorbij zien komen. En wat ik ga maken is ook weer een beetje anders. Dus veel variatie vandaag in de kaartjes. Nou, gezellig dat er allemaal mensen bij komen. Hallo allemaal. Ik zal nog heel eventjes wachten. Willen sommige mensen eventjes tussen de lives door natuurlijk even naar het toilet of eventjes wat drinken pakken of zo. Dus, of even hun spulletjes klaarleggen, want ik weet niet of er ook mensen echt mee gaan doen nu. Samen met mij een kaartje maken. Nou. Oh, klink ik hees? Ik ben niet verkouden of zo, dus. Oh, Roelie is ook net binnen, zie ik. Die heeft lekker gewandeld. Het is ook prachtig weer. Het is een beetje fris buiten, geloof ik. Maar in de zon is het lekker. Oké, ik ga lekker aan de gang. En natuurlijk, het filmpje blijft gewoon... staan, dus kun je altijd terugkijken. Ik zie dat Monica ook binnenkomt. Hartstikke gezellig. Oké, zoals jullie zien heb ik hier wat spulletjes klaarleggen. Ik heb wat dingetjes voorbereid. Ik ga werken met de spulletjes uit Goodiebag Kerst in Kopje. Daarin zit natuurlijk dat prachtige, leuke designpapier. Daarin zitten de kleerstamps, die ga ik gebruiken. En de cutting dies van Studio Lights. Misschien heb je mijn boodschappenlijstje gezien. Want dan weet je dat ik alleen de hartjes en de tekst uit cutting dies ga gebruiken vandaag. Verder, wat niet in de goodiebag zit en wat ik wel ga gebruiken, zijn de... bookmark dies van Essentials van Creative Craft Lab. En daarvan hoop ik dat je begrepen hebt uit mijn boodschappenlijstje dat ik deze kleinere ga gebruiken. Die heb ik hier uitgestanst. En die labels die erbij zitten, dus die langwerpige. En ik zag net in het vorige live dat Antoinette die ook gebruikt heeft. Dus nou, die ga ik even terug in het hoesje doen. Ik bewaar ze altijd in zo'n hoesje. Dan leg ik deze even aan de kant, want dan gaan we lekker beginnen. Oh, en wat ik ook ga gebruiken is een stukje lint. Zo. Even een beetje plaats maken. Zo. En... ondertussen lees ik met een schuin oog af en toe jullie reacties. Ik kan het gelukkig nu wel meekijken. Vorige keer dat ik live ging, bleven mijn reacties haperen. Ik zag helemaal niks. Ik zag jullie commentaren niet.
Nou, dat is heel ongezellig voor mij dan, omdat ik gewoon niet jullie vragen kan beantwoorden. Oh, ik zie dat Antoinette er is. Hoi, Antoinette. Leuke live had je. Je was ineens weg, dus ik ben gewoon lekker begonnen. Goed, maar ik zie nu dat jullie reacties lekker doorlopen. Wat je voor hebt kunnen bereiden is een stuk kartstok snijden van 24 centimeter bij 18 centimeter. En die gaan we rillen op de lange kant. Dus ik pak even mijn rilbord, snij- en rilapparaat erbij. En ik zie dat er nog steeds mensen binnenkomen. Hartstikke gezellig. Antoinette is helemaal niet erg. Je had in het begin eventjes, vloepte je er ineens uit. Dus ik had al een beetje rekening mee gehouden dat je een klein beetje later door zou gaan. Geeft niks. Dus dit stuk kartstok van 24 bij 18 centimeter gaan we rillen op de lange kant. Dus op de kant van 24 centimeter. En die mag je gaan rillen op 6 centimeter. Zo, dan mag je hem doorschuiven en dan gaan we hem op 12 centimeter rillen. En we gaan hem op 18 centimeter rillen. Zo. En dan gaan we het rilbord eventjes aan de kant zetten. En heb je even een liniaal nodig en een potloodje. En wat ik er ook vast bij pak is een. Oh nee, ik ga het niet met een mesje doen. We gaan dadelijk snijden, maar dat ga ik op mijn rail- en snijapparaat doen. Maar dat ga ik je dadelijk uitleggen. Je mag het stuk kartstok een kwartslag draaien, zodat je de korte kant boven en onder hebt. En dan leg ik bij de bovenste rillijn leg ik mijn liniaal daar langs. En dan ga ik bij 6 centimeter even een stipje zetten. En bij 12 centimeter zet ik een stipje. En dan schuif ik mijn liniaal naar de onderste rillijn. En daar ga ik hetzelfde doen. Dus bij 6 centimeter een stipje. En bij 12 centimeter een stipje. Dan leg ik mijn liniaal bij die twee stipjes. En dan trek ik heel dun met potlood even een streepje. Zo. En bij die andere twee stipjes doe ik hetzelfde. En dan draai ik hem weer terug. En dan zie je dat je allemaal vakjes hebt. Je hebt die potloodlijnen en je hebt die rillijnen. Dus je hebt allemaal vakjes op je kaartstok. Dan mag je in die eerste kolom hier bij deze rillijn of bij deze potloodlijn leg je weer je liniaal daar langs. En dan mag je bij 3 centimeter ook weer een stipje zetten. En dat doe je op die onderste potloodstreep ook. Zo. En dan gaan we helemaal naar rechts, dus het rechtse vakje. En daar gaan we hetzelfde doen. Dan leg je ook weer je liniaal, zou ik maar zeggen, op die potloodstreep, op dat blokje. En dan ga je ook, dus ik meet vanaf de meest rechtse rillijn. En dan zet je hier ook weer een stipje bij 3 centimeter. En daaronder zet je ook een stipje bij 3 centimeter. Even kijken. Oké, okay. Als iets niet duidelijk is, dan vraag je het eventjes. Want dan kan ik het even uitleggen, hè? Nou, dan mag deze nog even aan de kant. En dan gaan we het snij- en rilapparaat er weer bij pakken.
Want we gaan snijden. Met het rail, met het snij- en railapparaat. Waarom doe ik dat nu? Want ik vind dat je kan er zo ook heel goed recht snijden. Dat kan natuurlijk met de liniaal ook, maar dan heb je toch eerder kans dat het net een beetje schuin gaat, toch? En dit gaat ook heel makkelijk. Wat ga je doen? Als je je mesje bekijkt, zit hier, staat een heel klein streepje op. Dat is precies het streepje, als je het doortrekt, waar je mesje ligt. Dus waar het puntje begint van je mesje. Dan ga ik hem voor mij even een beetje schuin zetten. Anders dan zie ik mijn streepjes hier niet. Dus dan kom ik niet precies op het punt waar ik moet zijn. Nu ga ik snijden van dit puntje wat we net gezet hebben, dus 3 centimeter. Helemaal deze potloodlijn naar hieronder, waar ik net het stipje heb gezet. Dus ik vind het dan handig, als je je potloodlijn precies in je gootje legt, dan ligt die netjes recht. Zorg dat die hierboven goed aangesloten zit aan de rand van je snijapparaat. En dan druk ik mijn liniaal en natuurlijk het mesje erin. En dan ga ik hier bij 3 centimeter ga ik kijken tot daar mijn streepje staat. En dan heb je precies 3 centimeter. Als je dan naar onderen gaat en je gaat naar 21 centimeter. Even kijken of dat goed te zien is. Naar 21, dan zit je 3 centimeter van de rand af. Als je tot daar snijdt. Zo. 21. En dan heb je dit stuk gesneden. Stel, het gaat er een millimeter overheen. Dus helemaal niet erg. Je wil natuurlijk dat het gewoon precies goed is. Maar het is geen probleem als het een klein stukje erover zit. Dus daar zou ik me niet zo heel druk over maken. Nou, dan gaan we dat hier weer doen. Hier staat mijn potloodstipje. Op 3 centimeter van de rand af. Ik heb mijn kartstok weer goed boven tegen de rand aan. En mijn potloodstipje zit precies boven het gootje waar het mesje invalt. Dan doe ik mijn liniaal weer naar beneden. Ik heb mijn mesje even in het midden gezet, dat is het handigste. En dan ga ik weer naar 3 centimeter. Dus ik kijk weer eventjes dat het streepje opzij bij de 3 centimeter komt. En dan ga je naar beneden. En tot de 21 centimeter ga je dan snijden. Zo. En dan heb ik hier ook de bovenrand gesneden. Dan ga ik mijn railbord aan en snij- en railapparaat aan de kant zetten. Dan pak ik nog even een liniaal en een railpen. En dan ga ik nog een keer van boven naar beneden rillen. Van diezelfde potloodstip op 3 centimeter van de rand naar die onderste. Zo. En dan ga ik aan deze kant ook doen. Dus je gaat hier ook met je liniaal bij dat potloodstipje zetten. Op 3 centimeter vanaf de rechterkant naar binnen. Hieronder heb je ook zo'n stipje staan. Hè? En dan... Oh, fijn Toos, dat het duidelijk is. Dus je gaat weer zo met je liniaal bij die stipjes staan en dan ook hier trek je even een rillijn naar beneden. Zo. Dat hebben we gedaan. En dan kunnen we nu gaan vouwen. En dan wordt meteen duidelijk wat voor kaart dit gaat worden. Wat ik wel eerst ga doen is natuurlijk eventjes die potlood streep weggummen, want dat vinden we niet mooi als dat op een kaart staat. Daarom zei ik ook in het begin van het filmpje, doe even een dunne potloodstreep zetten.
dan zie je er dadelijk dus helemaal niks meer van. Van dat hulplijntje. Zo. Ik zie dat er nog steeds mensen zijn binnengekomen in de groep. Gezellig, leuk dat jullie meekijken. Of misschien zelfs meedoen. Zo. Nu heb ik hem zo voor me liggen met de lange kant boven en onder. Dan gaan we eerst de bovenste balk en de onderste balk tegelijk vouwen. En die mag je in een dalvouw vouwen. En die middelste, daar doe ik even niks mee. Ik ga eerst eventjes die bovenste en die onderste in een dalvouw vouwen. Dan pak je de bovenste en de onderste balk en die doe je in een bergvouw. Vouw je die. En dan pak je de middelste, die doe je in een bergvouw. Dus je doet precies het tegenovergestelde wat je bij die bovenste en de onderste hebt gedaan. Dan pak ik de onderste. Doe ik even in een dalvouw, want die bovenste en de onderste zijn in een bergvouw. Deze gaat hier andersom, in een dalvouw. De bovenste balk, de onderste ook. En de middelste gaat in een bergvouw. Dan kan je hem al zo een beetje naar elkaar toe buigen. En dan gaat die laatste twee vouwen, dat wordt allebei een dalvouw. Dus die vouw je ook vast een beetje. Als je hem dan zo pakt, kan je hem zo dichtklappen. En dan kun je al die vouwen even goed de goede kant op vouwen. Zoals we ze willen hebben. Zo. Kijk, dan krijg je dit idee. Even van boven laten zien. Dit is dus het idee voor de kaart. Ik geloof niet heel moeilijk. Je moet even goed de vouwen goed hebben. En wat dus belangrijk is, is dat je de goede afmeting hebt. Even kijken waar mijn vouwbeentje is gebleven. Want dan ga ik die vouwen ga ik allemaal eventjes met een vouwbeentje even na. Zodat er een lekkere, scherpe, crispy vouw in komt. Dus ik leg hem zo even neer en dan zou even goed aanduwen met je vouwbeentje. En zo, draai ik hem even om. Zo, even de andere kant. Hier nog. Zo, volgens mij heb ik ze allemaal gehad. Zo. Nou. Dan hebben we nog een ander stuk kaartstok. Dus deze leg ik even aan de kant. Want als je hem nu zo dicht doet, zou je hem zo kunnen gaan versturen. Hè? Mooi plat. Maar dan heb je hier dit. En dat is een beetje, ja, het is niet leuk voor degene die het dan krijgt. Dan denkt hij van, oh, oké, okay, wat is dit? Als je het uit de envelop haalt. Daarom gaan we een bellyband maken. En daarvoor hebben we het tweede stuk kaartstok nodig. Even kijken. Ik ga eventjes jullie commentaren, reacties lezen. Toos Kruisen, hoe kan ik dat doen? Oh, Toos, er staat een linkje van, van mijn boodschappenlijstje bovenaan de aan de live. Maar ik kan het voor jou even snel wel doorgeven. Want dan kun je ook eventueel meedoen. Maar het staat er ook. Het grote stuk kaartstok meet 24 centimeter bij 18 centimeter. En dat mag je rillen op de lange kant op 6 centimeter
12 centimeter en 18 centimeter. En ik heb in het filmpje, ik hoop dat je dat wel gezien hebt, heb ik uitgelegd vanaf waar welke punten je moet snijden. Maar je kan het ook allemaal teruglezen. We waren bezig voor de bellyband. De bellyband is een stuk kartstok van 14 centimeter bij 12 centimeter. En die gaan we ook rillen op de lange kant. En dan pak ik even mijn rilapparaat erbij. Op de lange kant. En die gaan we even kijken. Op 3,5 gaan we die rillen. Zo, op de lange kant. En je mag hem op 10 centimeter rillen. Zo. Dat gaan we dadelijk natuurlijk omvouwen. Maar de kaart wordt dadelijk best iets dikker. Want we hebben nog designpapier wat we erop gaan lijmen. En we hebben nog de leuke plaatjes en wat stansjes. Dus als je dat dichtvouwt, dan is dat best wat dikker. Omdat er meerdere laagjes op elkaar zitten. Dus een bellyband eromheen, die moet ook iets dikker zijn, zodat die ook makkelijk eraf schuift. Dus wat ga ik doen? We hebben net die twee rillijnen gezet. Ik ga bij iedere rillijn ga ik aan allebei de kanten dan precies naast nog een keer een rillijn zetten. Dus we hebben deze bijvoorbeeld op de lange kant op 3,5. Gerild. Francine, misschien zou je even kunnen opschonen. Dus dan doe je even met je vinger over het scherm. Of je kan heel even proberen of het lukt om even uit de groep te gaan en later er weer in. Ik hoop dat het dan lukt om, om door te gaan. Dus je hebt hem bij 3,5 liggen. Dan schuif ik mijn rillijn een heel klein stukje naar rechts, zodat die rillijn die ik al heb gezet net over dat gootje heen valt, dus een millimeter ongeveer. En dan ga ik hem nog een keer rillen. En als ik dat gedaan heb, dan doe ik mijn originele eerste rillijn, ga ik naar links schuiven, links van het gootje leg ik hem dan. En dan ga ik daar een rillijn maken, zodat je drie rillijnen precies naast elkaar krijgt. Dan ga ik naar mijn tweede rillijn en dan, daar ga ik hetzelfde doen. Dus ik leg die eerste rillijn die we hier hebben gezet op 10 centimeter, leg ik een klein beetje aan de rechterkant van mijn gootje, van mijn snij- en rilgootje. Dan ga ik daar overheen. En dan leg ik die middelste lijn aan de andere kant van mijn gootje. Dus ongeveer een millimeter ertussen. Zo. Heb ik aan deze kant ook drie rillijnen vlak naast elkaar. Dan gaat deze aan de kant. Dan pak ik mijn liniaal weer. En dan ga ik die rillijnen allemaal een beetje buigen door mijn liniaal in die rillijn te leggen. En dat voel je wel. Als je met je liniaal over het papier schuift, voel je die ribbeltjes in je liniaal. Zo. Dan draai ik hem even om, omdat ik het zo op deze manier makkelijker vind. Dus ik leg hem even in alle rillijnen. Wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld dat je eventjes je... Oh, fijn Francine, dat je weer mee kan doen. Dat je eventjes je liniaal in dat gootje legt. En dat je even met het puntje van je vouwbeentje zo even achterdoor of eronderdoor eventjes er langs gaat.
hem had. De rillijn zit natuurlijk maar een millimeter of zo. Of misschien een kleine 2 millimeter uit elkaar. Dus wel even kijken dat ik al die rillijn even heb gehad. Als je hem dan zo dubbel doet, dan zie je. Ik weet niet of dat het op de camera goed te zien is. Maar dat hij best breed is. Dat hier echt een beetje een ronde rand erin zit. En daardoor kun je straks dit beter eroverheen schuiven. Dat wordt dus de bellyband. Die hebben we nu zover voorbereid. Dus die zet ik even aan de kant. Want dan gaan we de kaart erbij pakken. En dan gaan we hem lekker oppimpen. Met het designpapier. En het designpapier. Daarvan mocht je snijden. Uit het mooie designpapier natuurlijk van uit het goodiebag. 10 keer een vierkantje van 5,5 bij 5,5. En je ziet dat ik allerlei verschillende designpapiertjes heb gesneden. Die we dadelijk zo lekker op de kaart kunnen plaatsen. Wat je ook nog mocht snijden was 4 stukjes van 2,5 bij 5,5. En voor de bellyband hebben we straks nodig 2 keer een stuk van 5,7 bij 11,5. Die leg ik even aan de kant. Die hebben we straks bij de bellyband pas nodig. Waar ik mee ga beginnen is met deze vierkante stukjes van 5 bij 5 centimeter. Nou, die kun je er zo op plaatsen. Ik heb mijn ronde hoekenpons erbij gepakt. Want misschien denk ik dadelijk van ik vind het mooier om ronde hoekjes te maken. Maar ik denk ik ga eerst eventjes mijn designpapiertjes her en der even erop leggen. Nu kan ik nog een beetje schuiven met de kleurtjes waar ik het mooi vind. Zo, even kijken. Deze hier. Even kijken hoor. Ik vind het zo eigenlijk wel leuk. En ik denk dat ik de ronde hoekenpons niet ga gebruiken. Dus die zet ik mooi even aan de kant. Die groene stukjes, die komen, die kleinere stukjes van 2,5 bij 5,5. Die komen uiteraard op die smallere strookjes. Zo, op deze manier. Ja, zo ziet het er wel oké uit, denk ik. Dan gaan we alles oplijmen. Zo. Ik ga deze keer mijn designpapier ook niet beinkten. Zo. Je kunt natuurlijk designpapiertjes allemaal uit dezelfde kleur of dezelfde dessin zelfs. Daar wordt je kaart wat rustiger van als je dat mooier vindt. Maar je kan er natuurlijk ook een beetje mee spelen. Omdat er dadelijk nog wat stansjes en plaatjes op komen, heb ik geprobeerd om niet al te druk designpapier. Dus ik heb wel 2 van die stukjes met leuke takjes en zo. Maar ik denk, dat moet ik niet te veel doen. Want dan wordt het zo druk dat je het, ja, dat het eigenlijk een beetje overloaded is. Zo. Hier in het hoekje. Dankjewel Petra en Roelie.
Ja, het is een leuk modelletje, hè, Rolly? Denk ook niet al te moeilijk. En door die vakjes die er in deze kaart zitten, heb je ook lekker plek om leuke tekstjes en plaatjes afzonderlijk van elkaar plakken. En als je een mooi designpapier hebt, kun je rustig ook wat vakjes gewoon leeg laten met het versieren straks. Er hoeft niet op ieder vakje per se een plaatje te komen. Zo. Dan deze leuke met tekst. Ik weet niet of dat jullie hebben geprobeerd om te lezen wat er staat. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het wel lezen. Het is Engels, maar ik kom er niet echt uit wat er nou staat. Dus ik denk, moi. Gewoon een leuke tekst zo met dat zo'n ouderwets typemachine schrift lijkt het wel. Die had ik vroeger wel als kind. Typen met zo'n oud typemachine, met zo'n lint. En dan dat geluid, vond ik altijd zo leuk. Dat tikken. Zo, de onderste rij nog erop. Zo. Als je het designpapier erop doet, dan let je natuurlijk op dat overal een mooi evenwijdig randje zit. En ook hier, even langs die randen kijken dat het netjes gelijk is. Hè? Maar dat hoef ik eigenlijk denk ik niet te vertellen. Zo, deze erop. Dus nou zie je ook meteen waarom de bellyband een wat bredere railrand moet hebben. Want we hebben dus ook nog dit designpapier erop. En hierop komen ook nog de plaatjes dadelijk. Dus het wordt best, als het opgevouwen is, een wat dikker kaartje. Zo. De laatste. Zo. Nou. Kan natuurlijk ook super goed blijven staan doordat die vorm erin zit. Kan je hem zo leuk neerzetten. Het is gewoon wel een leuk kaartje. Nou, dan gaan we oppimpen. Ik heb hier wat stansjes uit de even kijken. Uit de cutting dies gehaald. Dat zijn die hartjes. Het grote hart is dubbel. En de kleine hartjes zijn enkel. En dat dubbele hart hier, dat middelste gedeelte, die heb ik twee uit dit kaartstok gehaald. En daar ga ik op stempelen. Daar ga ik op stempelen met stempels uit de clear stamps die er bij goodie bag zaten. Geef niks zo, Wendy, dat je een beetje later bent. Gezellig dat je er bent. Kijk lekker mee. Een filmpje blijft erin staan, dus kun je het begin straks ook nog zien. Ik heb hier Snowy en Fun uitgestanst. En ik had bedacht dat ik die twee op mijn bellyband strakjes ga plaatsen. Dus die leg ik even aan de kant. De hartjes die komen aan de binnenkant. Zo. Die leg ik even aan de kant. Dan moet ik alleen nog even de tekst gaan stempelen. En ik moet even kijken welke tekst ik ga gebruiken. Dus ik haal hem er eventjes uit. En mijn
blokje pak ik er even bij. En mijn Versafine inkt. Deze doe ik even een beetje aan de kant. Zo, en mijn plaatjes ook. Oh ja, wat ik altijd doe, dat zullen jullie wel zien. Ik doe alles met wasknijpertjes vast. Al die dingetjes die ik zag er straks. Corrie, die doet al haar plaatjes in een klein zakje. Sommige mensen doen het in een bakje, doe ik ook wel eens. En ik heb deze kleine wasknijpertjes en dat werkt ook heel fijn. Dus ik vind het wel grappig om te zien hoe iedereen het anders doet. Even kijken, 3 hartjes heb ik hier. 2 witte en een groene. En daar moet tekst op komen. Eens even kijken. Ja, ik ga voor die dikkere tekst. En dan ga ik voor Cozy. Zo. Even. Je kan het natuurlijk recht doen. Je kan het ook een beetje schuin doen. Ik denk dat ik het een beetje schuin ga doen met tekst. Zo. Dat is 1. Even een klein beetje afdoen. Straks ga ik natuurlijk uiteraard mijn stempel beter schoonmaken. Even met een klein sopje. Even kijken. Cozy. Winter is ook leuk. Winter in dikke letters. En die komt op het groene hartje. Even wat inkt erop. Zo. Winter komt bij mij recht op het hartje. Zo. Dan hou ik hem even erop, zodat de inkt goed in het papier kan. Zo. Wat een mooie letters zijn dit, hè? En ook lekker duidelijk. Ik vind de grootte van deze letters ook fijn. Zo. En dan moeten we nog 1 woordje stempelen. En welke zal ik eens doen? Even denken. Ik moet trouwens even iets heel grappigs vertellen. Ik kan soms best een beetje oenig zijn, vind ik zelf. Hier staat namelijk chili. En ik zat van de week naar deze stempels te kijken. En ik zat naar dit woord te kijken, chili. En ik denk, chiffy? Wat betekent nou chiffy? En ik zat te denken en te praktiseren. Chiffy, chiffy. Ik denk, ik ga het opzoeken. Dus ik gegoogeld naar het woord chiffy. En de Engelse vertaalmachine, nou die vond natuurlijk niks. En toen had ik dus pas na ik denk een uur door. Ik denk, nou ja, het zal wel iets zijn. Ik vraag het wel een keer aan de meiden in het team. Die weten het waarschijnlijk wel. En toen pas na een uur kreeg ik dus pas door dat er chili stond. En ik moest echt om mezelf lachen. Ik ben, och, dacht ik bij mezelf. Ik ben echt een oen af en toe. Maar goed, ik durf dit nu met jullie wel te delen. Maar ik moet er nog steeds zelf om lachen. Ja, maar goed, ik moet er nog een woord uitkiezen. Zal ik dan maar gewoon chili nemen, dat ik er toch over heb? Ga ik gewoon chili pakken. Hupsakee. En die mag op het witte blaadje, of het witte hartje. Zo. En die ga ik ook een klein beetje schuiner opzetten. Zo, chili. Zo,
deze dicht en deze terug. Zo, dit mag ook weer weg. Die ga ik heel even nog aan de zijkant leggen, zodat ze nog heel even wat beter kunnen drogen. En dan gaan we de hartjes plaatsen. Die ga ik als eerste plaatsen. Dan zet ik er hier eentje neer. Daar komt dadelijk mijn groene hartje met winter op. Hier doe ik een hartje. En deze hierboven. Ja, beetje mooi verdeeld zo. Die ga ik vast oplijmen. Oh, gelukkig, ik zie dat ik niet de enige ben die van dit soort dingen last heeft. Tineke heeft ook last van. En moet je ook zeker heel hard om jezelf lachen dan, hè Tineke? Dat is het beste. Gewoon heel hard om jezelf lachen. Zo. Die mag daar. Even kijken. Want ik had hier twee hartjes waar ik een beetje schuin op heb. Ja. Deze die doe ik recht. Zo, en dit hartje een beetje schuin weer. Zo, ik denk dat de tekst goed droog is nu. Dan komt deze hier. Die groene met winter mag op het witte hartje. Ja, een bommelding. Ja. En Chiffy, oh nee, Chili, mag hier in het hoekje. Dan hebben we die schattige beestjes. Die mooie plaatjes. Ik heb eentje in een kopje met een hartje. Dat wordt mijn plaatje voor op de voorkant op de bellyband. Dus die leg ik aan de zijkant. En dan heb je nog al die schattige beestjes. Ik vond de pinguïns ook heel erg leuk. Maar ik denk, ik ga voor de diertjes, de andere diertjes. Dus die ga ik nu her en der ergens plaatsen. Op die smalle stukjes passen eigenlijk die beestjes niet. Dus ik ga die beestjes ook eventjes neerleggen. Even kijken. Zoiets. Zal ik er daar eentje doen? Even kijken hoor. Ik vind het eigenlijk zo leuker. En dan zo. Dan zou je zeggen, waar kijk je naar? Maar er zijn een paar beestjes die hebben een klein beetje dezelfde kleur. En ik vind het dan mooi als dat ook een beetje afgewisseld is. Zo, de beestjes mogen er zo op. En ik doe ze niet precies in het midden, maar gewoon een klein beetje schuin. Ik doe ze niet heel recht erop. Zo. Het hertje is het, geloof ik.
Nou, zie je, je kunt hier superveel plaatjes op kwijt, op dit kaartje. Het wasbeertje. Het wasbeertje heeft heel van die schattige sokjes aan, hebben ze allemaal. Ze hebben allemaal aan hun handjes schattige sokjes en hun achterpootjes. Ja, die niet. Dus daar zullen ze het koud hebben. Nou, de laatste. Zo. Dan hebben we nog die kleine hartjes. Ik hou er twee even uit om voor mijn bellyband op te kunnen pimpen. En die kleine hartjes, die passen wel weer mooi op die zijstukjes. Dan moet ik heel eventjes kijken, want ik had uit de Creative Craft Lab boekmark, had ik ook deze kleine tekstjes. Die kan ik ook nog erop plaatsen, maar dan moet ik daar wel even een tekst op stempelen. Even kijken of ik dat ga doen. Of dat ik het alleen... Ik denk dat ik dat een beetje te druk vind worden. Dus dat ga ik niet doen. Die andere bannertjes gebruik ik voor de bellybands. Maar deze leg ik even aan de kant. Even kijken. Dit groene hartje vond ik wel leuk om hier te doen. Handig om een dopje eraf te halen, hè? Zo. Oh, Tineke, ja, weet je, dan leg je dingetjes eerst, je plaatjes of wat je wil erop wil plakken, eerst gewoon losser opleggen. Dan zie je vanzelf of het te veel of te weinig is. En als je het zelf mooi vindt, is het altijd goed, hè? Sommige mensen die houden van rustig en andere mensen die willen wat drukker. Ik vind op zich een rustig kaartje, zoals een kaskaartje, vind ik hartstikke mooi. Probeer ik ook wel eens, maar ik kan het gewoon niet. Ik heb altijd het idee dat ik iets nog meer erop moet doen. En dan doe ik dat. En dan denk ik, oh ja, nou is het geen kaskaartje meer. Maar dat geeft helemaal niks. Even kijken. Deze ga ik hierbij cozy erop doen. Zo'n klein hartje. Zo. Zie je, zo vind ik het druk genoeg, toch? Die kleine bannertjes, die labeltjes, die... Nee, die hoeven daar niet op. Zo, hij kan mooi dicht. Kijk, en hij is ook al best wat dikker geworden. Zie je dat? Deze leg ik aan de kant, want dan gaan we de bellyband erbij pakken. Die we gereeld hebben, hè? Dus wat ik doe is dadelijk, ik vouw hem dicht, mijn kaart. Leg ik er zo in. En dan vouw ik de bellyband dicht. En dan gaan we hier eventjes... een stuk tape op plakken. Je kan het ook met lijm doen, met Dutch Doobie Doo lijm. Dat zou ik normaal doen, maar omdat ik nu bezig ben, doe ik eventjes met een stukje tape. Want anders heb ik je kans dat die open schiet, omdat de lijm nog niet droog is. Met tape is natuurlijk ook net een stukje, ja, net een stukje steviger. Dus ik heb hier dunne tape. Rode tacky tape. Deze is 3 mm breed. Zo. Even een schaartje erbij pakken.
Hartstikke. Nou, pak de kaart, dichtgevouwen. Die leg ik tussen die rillijnen in. En dan kan je hem dichtvouwen met de bellyband erom. Die eraf. Ja, bellyband is een band, is Engels, buikband eigenlijk, hè, als je het vertaalt. Bellyband is een band om een kaart heen. Zo, nou gaan we kijken of die even, ja, zie je, hij gaat er mooi omheen. Als je hem dus inschuift, moet je hier eventjes goed op letten, hè. Zoals ik, dit zit natuurlijk uit elkaar los, dat je dit even goed bij elkaar zo erin duwt. Zie je? En dan heb je zo netjes de kaart dicht. En kun je hem zo in een envelop doen. Zo'n langere envelop. Past hij netjes in. Zou hem kunnen versturen. Nou, deze gaan we ook oppimpen. De bellyband. En daarvoor hebben we twee stukjes designpapier nodig. En deze meet 5,7 centimeter bij 11,5. Die komen hier mooi op. Dus die ga ik meteen even oplijmen. Ik laat mijn kaart er gewoon lekker in zitten. Zo. Deze komt aan deze kant. Dan draai ik hem om. En dan komt deze aan de andere kant, aan de achterkant. Zo. Draai ik hem weer om. Dit wordt de voorkant en die kun je nog wat gaan oppimpen. Dan pak ik eventjes die stansjes erbij. Deze kleintjes leg ik even weg. Die ga ik niet gebruiken. Dan heb ik die kleinere bookmark uitgestanst. En een stukje designpapier uitgestanst. Dat stukje designpapier mag hierop. Zo. En dan hebben we die kleine tekstjes nog. Snowy en Fun. Die ga ik straks erop plaatsen. Het plaatje. En deze hartjes. En bij die bookmark zitten ook een soort reinforcers. Reinforcers zijn die ringetjes. In dit geval zijn het deze, ja, deze halfronde figuurtjes. Die ga ik er vast even op lijmen. Zo. Deze. Hier. En deze op de grote. Zo. En dan moet ik eventjes mijn stempeltekst erbij pakken nog, want ik wil nog eventjes wat stempelen. Op die smalle banners. Even kijken. Eens even kijken.
zijn natuurlijk ook aparte woorden, dus je kan ook een klein zinnetje maken. Ik denk dat ik deze of december ga doen. En op die kleine ga ik beautiful. Dus dan heb je beautiful days of december. Mooie dagen van december. Dus begin ik met die beautiful. Zo. Op mijn stempelblok. Geef niks zo Els dat je een beetje later bent. Kijk maar lekker gewoon mee verder. Even kijken. December. Haal ik er eventjes af. En omdat het losse woordjes zijn, wil je natuurlijk wel dat die in een rechte lijn komen te liggen. Nou, december. En die heb je hier. Oh, ik heb zo'n plaat. Oh, ik heb hier zelfs een klein stempeltje aan mijn hand is blijven plakken. Zo. Een plaat natuurlijk met van die vakjes en streepjes. Dus daar kun je goed aan zien dat je lijn recht is. Als je door je stempelblok heen kunt kijken. Dus dat ga ik even doen. Zo. Dan het woordje of komt daarachter. En deze komt daar weer achter. Want als je hem dan omdraait, dan staat het er goed. Kijk, deze of december. Ik heb het idee dat hij niet helemaal recht zit. Ik zit ook natuurlijk te kletsen ondertussen, hè. Ik ga eventjes een test doen, of die netjes is. Zo, pak gewoon even een stukje kaartstok wat ik hier over heb, wat hier ligt. Even kijken of mijn... Hey Gerda, leuk dat je ook meekijkt. Zo, even kijken of mijn lijntje recht zit. Wow, kan best, vind ik. Zo, nou, dat was de test. Nu mag die hier op de banner komen. Zo. Zo, nou, die even aan de kant allemaal. Zo, dan gaan we de banner oppimpen. Ik had bedacht dat de bookmark zo op de banner komt. Het beestje in het kopje daar weer overheen.
deze tekst hieronder en de bannertjes zo hier aan die bookmark. Dan ga ik eerst een lintje pakken. En dan heb ik hier twee kleurtjes. En ik weet niet, ga ik rood doen of ga ik groen? Jullie mogen kiezen. Het eerste wat ik zie, dat ga ik pakken. Rood of groen? Dan wacht ik even tot de reactie komt. Als er geen reactie komt, dan ga ik zelf kiezen. Rood. Oké, het wordt rood. Dankjewel. Zo, rood lintje gaat hier doorheen. Oh, ja. Nou, het kan allebei, ja. Ik heb rood gekozen. Uiteindelijk. Nou ja, nee, ik heb geen rood gekozen. Linda, nee, Roelie heeft rood gekozen voor mij. Zo. Dan de grote banner. Ja, de grootste van deze twee. En dan het kleinere. Zo. Die doe ik zo. Pak ik even een magneetje. Je kan natuurlijk in het lintje, kun je dan een strikje leggen. Zodat die vast zit. Maar wat je ook kan doen, en wat ik zelf altijd erg leuk vind, is een stukje hempkoord pakken. Ik vind het zelf net iets speelser eigenlijk. En dat doe je dan om je lintje heen en dan maak je daar een strikje mee. Zo. Hier een strikje mee. Zo. Hupsakee. Dan knip ik die even schuin weg. Mijn schaar viel uit het bakje. Nou, die komt hier zo op. En dat doe ik met een stukje foam tape. Die komt hier achterop. En daar heb ik altijd een speciaal schaartje voor de foam tape. X-cut schaartje. Is daar heel fijn voor. Want dan blijft je foam tape niet aan die bladen van de schaar plakken. Dat heb je vaak bij andere scharen wel. Kan zijn, ja, ik heb dan wel eens uiteindelijk als ik heel veel foam tape gebruik. En dan blijft een keer een stukje plakken, dat het wel blijft plakken. Maar over het algemeen gaat dat heel goed. En als dat zo is, dan maak ik het een beetje schoon. Zo, even die beschermdingetjes eraf. En dan mag die op de banner. Nee, op de belly band, moet ik zeggen. Niet op de banner. En die doe ik zo schuin erop. Zo. Zo. Dan dit leuke beestje in het kopje. Komt daar weer op. Die doe ik gewoon even met wat lijm. Zo. Gezellig. Onder die bannertjes. Nou, ik vind de bellyband op zich wordt al een feestje, hè? En dan komen deze uitgestanste woordjes
hier onderop. Doe ik ook even met lijm. Ik heb trouwens, ik zit hier moeilijk te doen met mijn de Tutubadoo pen, maar ik heb ook zo'n kleinere met zo'n klein openingetje, dus dat ga ik even pakken. En dan zet ik gewoon hier af en toe zo'n stipje met lijm. Zo. Die komt hier schuin op. Zo. Snowy Fun. Hier ook even. Klein beetje lijm erop. Even zoeken. Dat er een mooi plekje is. Zo, dan heb ik alleen nog deze hartjes. Ga ik die hier nog op plaatsen. Hier een beetje onder zo. Ja. Zo. Nou. De banner is ook klaar. Wat je nog kan doen is eventueel dit vastlijmen. Een klein beetje dan. Dat het niet los bungelt. Maar op zich gaat het. Dankjewel dat jullie gekeken hebben. Ik zal even mijn bannertje eraf, of mijn bellyband eraf halen. Kijk, zo heb je dan de kaart. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En veel plezier bij de volgende lives nog. Monica is volgens mij de volgende. Dus heel veel plezier en tot de volgende keer. Bye bye.